Zeg het gewoon. Goedemorgen, buren. Play a role houden. Nou, we zijn een paar dagen thuis. Ja, goedemorgen. Dit is toch waanzinnig wakker worden. Kijk nou mensen, ik kom zo eens uit bed, ik ga laten honden uit en ik zie dit. Geweldig. En het is gewoon de buurt waar ik altijd de honden uitlaat. Maar we gaan hier altijd even met de auto heen. Prachtig toch? Ga zitten. Zitten. Ja, goed zo. Dat is knap. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, en dan sluit de camping en het is niet altijd mooi weer. Het is een lekker plensbuitje. Hé, Insta? Nou, ik heb een lekker boek te lezen, dus ik verveel me niet. Ja, het is gezellig hè, zo in de camper. Nou, we zijn net eventjes thuis geweest om naar de plavuizen te kijken. De tegelleggers die zijn vandaag begonnen. Ja, het zag allemaal mooi uit. En ik stapte net, we kwamen net weer terug op de camping en ik liep achter de camper langs. Zie ik ineens een raar borstje hier in het hoekje. En toen keek ik eens goed en dan blijkt dat er dus een beschadiging zit die ook hersteld is. En daar weten wij helemaal niks van af. Dat is ook vreemd, hè? Dus dan moeten we morgen maar eens achteraan. Want ja, het lijkt erop alsof er op de camperstalling iets vreemds is gebeurd. Ik wil ze niet meteen beschuldigen, maar eigenlijk is er geen andere mogelijkheid. Ik zal het wel eventjes laten zien. Ik zal de camera even omdraaien. En dan zie je dat het... nou ja... dat er een poging is gedaan om het te herstellen. Kijk. Ja, als je het weet, dan zie je het duidelijk. Maar het is de linker achterkant. Hè? De deur zit aan de rechterkant. Dus je loopt er ook niet zo vaak langs. En vaak kijken wij 's avonds laat of deze deur op slot is. Dus dan zie je het ook niet. Maar ja, ik liep net van mijn auto zo hier zo langs. En ik zie hier dat scheurtje. Wat is dat nou joh? Toen zag ik ineens dat het dus ook al hersteld is. Helemaal niet mooi, moet je kijken. Het ziet er niet uit echt. Even focussen, moet je kijken. Nou, dat kan toch niet? Maar wel vervelend hoor, want dan moet je dat soort dingen weer gaan... moet je daar weer achteraan gaan. Moet je kijken. Hopelijk krijgen we geen vochtproblemen hierdoor. Dus nou ja, morgen willen we eerst eventjes langs de dealer gaan. We willen het hun even laten zien. Want ja, we weten niet wanneer dit gebeurd is. En daarna gaan we naar de camperstalling. Dan rijden we maar even langs. Dan gaan we toch maar even verhaal halen. Vervelend, dat soort dingen. Boah. Vooral ook omdat het... Zeg het gewoon. Heel irritant. Goedemorgen. Nou, wij hebben alles eventjes vastgezet en we rijden nu zo eventjes naar de dealer en dan naar de stalling om eens eventjes te vragen of mensen afweten van die beschadiging. Ik hoop dat er een oplossing komt. Doei. Nou, we zijn bij de dealer geweest en we zijn bij de stalling geweest. En ja, de dealer heeft ernaar gekeken en die zegt, ja, er moet eigenlijk wel een nieuwe bumper op. Want dat gaat gewoon doorscheuren. Dus daarna zijn we naar de stalling gegaan. Ja, en daar werd het eigenlijk direct toegegeven dat er inderdaad een botsinkje geweest was. En dat ze het hebben geprobeerd te repareren.
En ja, en dat ze het hadden moeten zeggen, maar dat ze dat vergeten zijn. Nou ja, het wordt allemaal in orde gemaakt. Het is een verzekeringskwestie, dus we hebben er vertrouwen in dat we binnenkort gewoon een mooie nieuwe bumper hebben. Dus dat is ook weer opgelost. Gelukkig. Het is bijna klaar. Hier moet nog een randje. En dan moet er nog gevoegd worden. Maar het geeft al een aardige indruk. Daar komt de keuken. 7 uur in de ochtend, hè? Goedemorgen, buren. En daar zijn de eerste spulletjes. En dan was de woonkamer ineens weer vol met alle spullen voor de keuken. En zo ziet het er dan nu uit. Het keukenblad ligt er al op, waar de spoelbak in moet. De vaatwasser staat er al in. De leidingen zijn al helemaal op zijn plek door de kast heen gemaakt. De Le Mans kast zit al in. Ja, inderdaad. De Le Mans, hè? Zo, de Le Mans kast. Het is einde van de 17e werkdag van de verbouwing. Om het even ingewikkeld te maken. En kijk eens wat er allemaal in zit al. De oven zit erin, de vrieskast, de koelkast. Even naar IKEA. Het lijkt de Efteling wel. Daar zijn we weer even voor het einde van de dag. Even een indruk van wat ze allemaal weer gedaan hebben. En ze hebben het kookeiland hebben ze geplaatst vandaag. Met de kookplaat, inductieplaat. En ze hebben laden gemaakt en kastdeurtjes gemaakt. En een wastafel. Kijk nou toch eens eventjes een mooie plintjes daaronder. Dit moet nog even, dat moet morgen gebeuren denk ik hier. En we hebben ook de plinten gemaakt langs de muur. Kijk, ook mooi. De keuken is net opgeleverd, die is klaar. Moet nog wel een beetje schoongemaakt worden natuurlijk, maar daar moeten we nog even mee wachten, want er moet nog wat kit drogen. Maar dit is hem dan. Geweldig, hè? En ik ken iemand die is er heel erg blij mee. Leuk, hè? Ja, dat is echt een droomkeuken. Ook het toilet zit er nu in. Het kruis heb ik er even voor gedaan, omdat er nog niet op gezeten mag worden, in verband ook met de kit. Maar ik kan dat even zien natuurlijk zo. Kijk, daar is het toilet, het wasbakje, de playrolhouder, haakje voor de handdoek. Dat ziet er ook allemaal prima uit. Zo, we zijn weer thuis. Lady is al binnen. Maar Sansa en Ispel die gaan zo voor het eerst de hele nieuwe kamer zien. Hoe gaan ze reageren? Is dat die sporen? Sansa? Het is wat? Het is helemaal anders. Sansa gaat boven kijken. Daar is het nog wel normaal. Alleen een beetje vol. Ja, is Pol. Sansa! Ja! Wat is dat? Wat is dat dan? Lekker de ruimte. Sansa, Sansa. Kijk, het is mooi. Sansa is te wild tegen Lady. En Ispel die steekt er een stokje voor. Goedemorgen. Nou, we zijn een paar dagen thuis.
En het begint weer een beetje een gezellig huisje te worden. We hebben wat plantjes neergezet. De keuken is ingeruimd. De deuren, die komen pas volgende week. Ook van de wc, dus dat is heel spannend plassen. De hondjes, die hebben de bank helemaal goedgekeurd. Die zijn er erg blij mee. Ja. Die kast, die staat nog van de muur, want dan willen we nog Ethernet aanleggen. Maar eigenlijk zijn het allemaal nog ja, wat kleine dingetjes en afwerkdingetjes. We moeten bijvoorbeeld nog een kapstok. Oh, ik wou net laten zien. Oh. Onze tafel is nu nog de kapstok. Dus we moeten nog een kapstok zoeken en ophangen in de gang. En dan is het allemaal weer in orde. Hopelijk komen we snel weer met een reisvlog. Dit was natuurlijk een heel ander soort vlog. En voor nu sluiten we deze vlog af. Fijne feestdagen. Dag. Hoi. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.